Nou, we staan hier met Anton en met Benjamin van New Cool Collective. Jongens, jullie hebben net gegeten. Hoe was het? Ik vond het wel lekker, maar ik heb een vrij bescheiden portie genomen. Maar Hij heeft flink opgeschept. Ik heb flink oplopen scheppen, ja. We moeten over 25 minuten op. En we moeten heel even liggen. Heel even. Gelukkig is Anton... Laat eens een scheetje. De meest weirde situaties meegemaakt, wat dat betreft. In Oeganda zonder spullen, of met de halve band zwaar onder de, hoe heet dat spul? Lasagne. Wat lasagne? Nee. We hebben nog nooit lekker tekeer gegaan. Dus, Onder welke omstandigheden functioneren jullie het best? Ja, toch wel lichtelijk. Hier functioneren we altijd heel goed, want we hebben een live cd opgenomen hier vorige keer. En die is net uit. En volgens mij het grootste gedeelte van wat er op die live cd staat, is hier opgenomen. Dus daar zijn we heel blij mee. Heeft iemand een emmer? Moet je kotsen? We hebben net ook een paar shows achter de rug met Typhoon. Hoe is dat bevallen? Ja, dat is te gek. Ja, maar was superleuk. En Typhoon die komt vanavond ook, dus dat vinden we heel gezellig. We weten nog niet of hij nog een stukje mee gaat doen. Maar als we mazzel hebben, dan komt hij nog een stukje meedoen. Doen jullie alle interviews op deze manier? Ja, zeker. Wat zeg je? Doen jullie alle interviews op deze manier? We doen bijna nooit samen. We worden altijd gesplitst. Want... Nou weet ik waarom dat gebeurt. Ja. We worden in de klas altijd uit elkaar gezet. Ja. Anders maar jullie nemen we altijd de andere van een show, toch? Ook. Als het mag. Ja, te gek. Nee, dan komt het sowieso wel op. Ja. Ik voel me wel een stukje beter dan toen net. Ja. Een beetje aandacht, een camera's op je, daar geniet je van. Heerlijk vind je dat. De topste zaal van Nederland om in te spelen. Burgerweeshuis. Burgerweeshuis. Ja, tuurlijk, inderdaad. Ja, dat is wel een inkoppertje natuurlijk. Helemaal perfect. En de laatste vraag. Jullie hebben vanavond de eerste show van 3 dagen gewoon opeen. Volgend hebben jullie dan een show. Wat gaan jullie nou zondagavond doen als jullie weer thuis komen? Oh, ik heb een spelletje ontdekt op de computer dat bij funnygames.nl en dan moet je ballonnetjes schieten. Oh, daar heb ik zin met een lekker jointje erbij. Ik ga het met tovenaartjes aanpakken. En die kan je upgraden. Op een gegeven moment hebben ze een wit hoedje en dan kunnen ze wervel winnen. En dan brengen ze al die ballonnetjes in hele meutes weer terug naar het begin. En dus dan moeten ze dus nog een tweede ronde en dan zijn de harde jasjes er al vanaf. Want ze beginnen eerst als gewone ballonnetjes. Rode ballonnetjes zijn 1 punt, blauwe ballonnetjes 2 punten en gele ballonnetjes. En gele ballonnetjes zijn snel en er zit ook iets. Want in ieder geval echt een heel ontzettend leuk, super verslavend. Dat ga ik denk ik doen. Waarom toeren jullie nog? Wat? Waarom toeren jullie nog? Ja, om de lol. Voor de lol. Echt voor de lol. Nou goed, dan wil ik daar het interview mee afsluiten. En jullie bedanken voor het hele leuke interview dit keer.